Wat leuk, zeg. Jeetje. Wat een enthousiasme. Te gek. Ja, ja. Angelo. En die komen hier denk ik wat inleveren. Ik sta naast Nick. Van welke school zijn jullie? OBS de Lustodde. En ik zie jullie allemaal, hebben jullie een kistje in de handen. En wat hebben jullie gedaan voor dat kistje? Om geld in te zamelen. We hebben een kerstmarkt georganiseerd en dat geld gaat nu naar het glazen huis. Jullie hebben een kerstmarkt georganiseerd. Ben jullie op het schoolplein? Ja. Zijn er veel mensen geweest? Ja, heel veel. Nou, en wat hebben jullie al gedaan? Hebben jullie bijvoorbeeld oliebollen verkocht op die kerstmarkt? Of hebben jullie kerstkaarten gemaakt die je hebt verkocht? Kun je dat vertellen? Verschillende dingen. We hebben loodjes verkocht. We hebben knutselwerkjes verkocht. En dat soort spullen. Wat leuk. Wat had je zelf geknutseld? Een ster, een kopje, een aantal kopjes en een kaart. En nu gaan we zien hoeveel geld dat heeft opgebracht, Angelo. Ja, gaan we dan één voor één een kistje openmaken? Wil jij hem hier op tafel leggen? Het eerste kistje. Het eerste kistje. Gaan we hem wel samen openmaken of wil jij hem openmaken? Samen openmaken. Zo, kijk eens. Het zijn allemaal 5 centjes? Ja, een bakje vol 5 centjes. Ja. Gaan we naar de volgende? Gaan we samen openmaken? Ja. Zou het de 10 centjes zijn? Zo, nou dat zijn euro's hoor. Oh. Keiharde euro's. Wil je eens even laten rinkelen voor de microfoon? Maak even wat lawaai met dat geld. Ja, dit is natuurlijk radio. Oeh. Ja, die zit lekker vol. Dan mag jij komen. Oh, de stem sloeg over. Zo, gaan we hem even openmaken zo. Je zet de baard in de keel, de baard in de keel, die Angelo. Ja, 20 en nu de baard in de keel. Kijk eens. 2 euro. 2 eurotjes. Oh, wat veel, zo. Even rinkelen. Even rinkelen. Even schudden. Wauw, oké. Zo, volgende. We hebben er nog meer. Kijk eens. Wat zit er in deze? Kijk, allemaal 20 centjes. Wil je ook even rinkelen? Oh, we hebben er nog 2. Oh, nog 2. Zo, kom maar. De pauken zijn al 4 keer overnieuw begonnen, maar dat maakt niet uit. Oh, zo, deze is wel heel zwaar trouwens. Allemaal 50 centjes. Gaan we even samen schudden. Het zit echt wel heel goed vol. Volgende. Oh, de laatste. Nou, als deze ook helemaal vol zit, word ik helemaal gek. Gaan we hem samen openen. Oh, kijk, dat zijn dikke flappen. Oh, kijk, alle fotografen in het huis die gaan meteen foto's maken. Zullen we dat ook maken? Even schudden? Oh, nee, dat ja, dat niet kan niet. Nou, nu de alles. Ja, dan gaan we naar de check toe. Naar de meester. Even de microfoon erbij houden, Angelo. Ja, want hoeveel geld gaat het? 2119 euro. Wow! Wow! Oh, oh. Halleluja! Wow. Supergoed, jongens. Buiten ook. 21. Wat goed gedaan. Jongens, dank jullie wel. Echt applaus voor jullie zelf gewoon nog een keer. Wow. Wow. 2100 euro, dat is echt heel veel geld. Wauw. Nou, die check die krijgt een ereplaatsje, toch Angelo? Ja, die gaan we op een heel mooi plekje aan. Dit is toch ongelooflijk? Ja, heel mooi. Jongens, is er nog een liedje wat jullie willen horen? Want 2100 euro, nou, daar kun je wel een liedje voor aanvragen. Ja, wat voor liedje? Gaas, linkerbaan. Gaas. Nou, dan gaan we die maar even draaien, toch? Ja, zeker. Die ga ik even opzoeken en dan gaan we wel allemaal dansen, hè? Het hele huis wordt afgebroken. Even kijken, Gaas, dat is toch van dit had ik moeten weten. Seven Alias. Ja, die heb ik. Ja, gaan we? Ja, voor 2100 euro voor de Lisdodde. Gaas, Seven Alias. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Ja, ja. Martin Sagwa. Gas. Man de mark. Man de mark. Gas. Gas. Pull up, pull up, gas. Pull up. Ah. Gas. Gas. Ik pull up in die car. Fast. Faster. Linker bak. Faster, linkerbak.
pull up, gas. Gaat het niet om mij, nou dan gaat het niet om staf. Je schuld big man ting, maar je massa doe is laag. Broke man talk, dat is waar ik niet versta. Je pull up van een jongen met je hele